Oké, ik denk dat we kunnen beginnen, of zullen we nog eventjes een halve minuut wachten? Het is de laatste shiur van deze seizoen, maar het is iedere einde is een begin. Dus het is eigenlijk staan we aan het begin van het seizoen. Dus al vorige week zaten we al in de. Nee, afgelopen zondag was het nog voor Shiva Asar B'Tammuz. Dus we zitten nu in de periode van de 3 weken, de Ben HaMitzarim. En daar zullen we het over hebben. Met name over de maand Av. Ik heb geen dia's deze keer, maar ik wil beginnen met het voorlezen van van delen van een artikel geschreven door de overgrootvader van mijn echtgenote, rabbijn Isaac van Gelder. Die was opperrabbijn van Zeeland en hij was rabbijn hier in Den Haag. Meer dan 50 jaar, volgens mij. En ik kwam deze artikel tegen en ik dacht dat het heel bijzonder is en zeker de moeite waard is om te lezen. Ik weet niet of het gaat lukken op deze manier, maar we gaan het. Ziet u de tekst? Jazeker. Nou. Prima. Ja hoor. Op de Treuren en aarde troosten. Ja. bevindt zich een hof waar ontelbare paden zich tussen groene gasperken en kleurige, geurige bloembedden slingeren, waar het gemurmel der beekjes in een melodieuze afwisseling vormt met het suizen der door wind gewiegde grashalmpjes. In die hof verheffen zich twee bomen, die hoezeer ze in gedaante en hoedanigheid van elkaar verschillen, door hem die ze geplant heeft, met dezelfde liefde werden gekweekt, met gelijke zorg bewaakt, want ze beiden zijn het aan van het hoofd zich laven, onder wier twijgen ze rusten, naar het geritsel van wier bladeren ze luisteren. Wanneer de ene boom zijn bittere vocht in de grote mate van zich doet afscheiden, dan vermengen zich daarmee de zoete sappen welke uit de andere vloeien. Hult het dichte loover van de eerste de bodem daaronder in dikke duisternis, dan spreidt de andere zijn takken wijd uit om de strelende stralen de zon doorgang te geven. En loeiende stromen door het gebladerde van genen dan kweelt een melodieuze zang uit deze. Doch ook wanneer de smaak der mensen door de zoete sappen van de tweede boom dreigt te bederven, dan wordt de zoetigheid door het bittere vocht van de eerste verkracht en wordt hier de bodem, de brandende zon verzengt en geeft daar een verkwikkende schaduw uitkomst. Sust de kwelende zang van uit de ene boom, de mens in diepe slaap, die hem zijn omgeving en zichzelf doet vergeten, dan roepen hem gierende stormen die door het gebladerte ginds loeien wakker en geven hem het vermogen zijn omgeving en zichzelf terug te vinden. Lezeres en lezer, kent gij die hof, de planter, de twee bomen? De hof is het Jodendom, de planter is God en de twee bomen heten treuren en troosten. Deze bomen zijn het die de Joodse mens in zijn gang door het leven helpen
zijn taak te vervullen. Zij oefenen die invloed op hem dat hij zijn bestemming niet prijsgeeft of verliest. Is dit te klein? Is dit nog leesbaar? Namelijk, te zijn en blijven enerzijds krachtig bestuurder der aarde, anderzijds gehoorzaam onderdaan des hemels. De onderling zo verschillende functies ontwikkelen wanneer ze elkaar aanvullen. Bij de mens het zedelijke vermogen om zijn evenwicht te bewaren. Treuren schrijft het Jodendom voor zijn beleiders voor in het geval dat ze door leed getroffen worden. Wanneer de dood iemand een familielid heeft ontrukt, dan keurt het Jodendom het ten strengste af het gevoel van liefde te onderdrukken en de hieruit voortvloeiende gewaarwording van droevenis af te binden. Sluit de Jood dan zijn hart voor aandoeningen, dan doet hij tekort aan de eerbied zichzelf als evenbeeld God verschuldigd. Het Jodendom verwacht dat hij het leed ervaren dat hem is overkomen, diep de smarte gevoelen die de schepper naar zijn natuurwet in zijn ziel wilde gieten. Hij die naar gevoelloosheid als een ideaal streeft, hij doodt de krachten waarmee de goddelijke ziel die in hem huist, het gemoed heeft doortrokken. Hij verlangt zich niet tot de redeloze dier dat immers ook bewust gewaarwordingen heeft, maar tot de levenloze delfstoffen. Zou een mens wel daarom gelukkig kunnen heten, omdat hij zich gevoelloos door ongelukken die hem hebben getroffen heeft gemaakt? Zo ja, dan is de idioot die zich niet bewust is van zijn rampzalige lot het gelukkigste wezen. Ik sla nu even een stukje over. Sorry. Wacht even. Ja, ik sla een stukje over en gaan we naar de volgende. Onze godsdienst leert ons dus dragen en ook verdragen. Ja, dus we hebben het gehad over treuren. En nu heeft hij het over troosten. Dus dragen en ook verdragen. En wat zielkundig hiermede verwant is. Treuren, maar ook troosten. Anderen troosten, zichzelf troosten. Anderen troosten, bedenkend hoe wij zelf onder dusdanig lot als waaronder onze naaste gebukt gaat, zouden lijden. Ja, dus je moet dus eerst hebben getreurd om een ander te kunnen troosten. Troosten daartoe prikkelt het Joodse gevoel dat dankzij de opvoedende wet des Jodendom in ons huis, waardoor we elkander als broeders en zusters voelen, weer vreugde ons vreugde, weer leed ons leed is. Maar ook zichzelf troosten, bedenkende dat God, de barmhartige Vader, niet een afgetrokken begrip het is, niet een afgetrokken begrip, maar het is God die wonden slaat en ook geneest. Zich niet de moed laten ontzinken, maar Gods wil in oprechte ootmoed eerbiedigen, daaruit kracht putten om de baan der toekomst onder de leiding van dezelfde God te betreden. Dat is wat ik nu met u wil delen. Het is een artikel ergens in de 30e jaren verschenen in een Haagse publicatie dat heette Ha'amud. Dus treuren en troosten. Ja, deze periode is een treurperiode, maar
net zo goed een troostperiode. En dat zit eigenlijk in de naam van de maand. Bij aanstaande Shabbat wordt de maand, wordt een nieuwe maand aangekondigd en gezegend. En hoe heet deze nieuwe maand? Af. Av, of eigenlijk Menachem Av. Menachem Af. We noemen hem Menachem Av. Nou, waar komen de namen eigenlijk vandaan? Dus we weten dat de Joodse maanden, de namen van de Joodse maanden, hebben geen Joodse oorsprong. Als we kijken in de Torah, worden de maanden niet met namen genoemd. De maanden worden met cijfers. De eerste maand, de zevende maand, de vierde maand, worden, het wordt niet met, met namen. De namen die zijn pas na Galut Babel, nadat de Joodse volk in Babylonië verbannen was. Bij de terugkeer hebben ze die namen meegenomen. Dus eigenlijk, de meeste namen hebben inderdaad een Babylonische of een Kastim. Hoe noem je de Kastim in het Nederlands? Chaldeën. Chaldeën, precies. Oorsprong? Ja, hebben een Chaldeese oorsprong. Hebben niet echt, niet per se een Joodse oorsprong, maar we zijn inmiddels een paar duizend jaar verder en het is goed ingebed in de Joodse traditie. En het heeft ook een Joodse betekenis. we hebben ooit gesproken over de maand Tammuz. Dat is heel curieus, omdat Tammuz is van oorsprong is het eigenlijk een naam van een afgod. Maar daar hebben we een andere keer over gesproken. De maand Av, het vermoeden is dat het heeft dat in het Chaldees is inderdaad zal de naam zal het of te maken hebben met stro. Dit is de tijd dat de uitgedroogde stro of hooi ingezameld wordt of opgestapeld wordt. Of het heeft te maken met het woord voor vuur, dat is de heetste maand van het jaar. Maar de Ben Ish Chai, een belangrijke Sefardische geleerde uit Irak, uit hetzelfde gebied, uit Babylonië, die heeft een betekenis aangegeven dat inderdaad Av, in het Hebreeuws heeft Av de betekenis vader. En wat wij bedoelen om deze maand vader te noemen, terwijl dat eigenlijk, het is niet de eerste maand van het jaar. Dat je de eerste maand van het jaar vader noemt, zal logisch zijn. Waarom wordt deze maand? Omdat de troost die er zal komen na de verschrikking van wat er in deze maand gebeurd zijn, zal een inspiratie zijn voor het hele jaar door. De transformatie, de verandering, het omvormen van de treurigste dag naar een vrolijke dag, zoals voorspeld is, zoals ook zelfs in het Megillat Echa wordt ook Kara Alay Moed, wordt de naam Moed van feestdag gebruikt om te refereren aan deze dag van verwoesting. De transformatie van verwoesting naar Geula, naar verlossing en wederopbouw, dat zal zo inspirerend zijn dat het wordt als het ware een hoofd, een inspiratie voor het hele jaar door. Dat is het woord Av. Dus het woord Av, dat komt met oorspronkelijk uit Babylonië.
Maar de toevoeging van Menachem is duidelijk in Hebreeuws woord. En dat is een toevoeging dat, ja, precies wanneer dat ingevoerd is, is niet duidelijk te achterhalen. Maar in de halachische bronnen, Shulchan en Aruch HaShulchan en de latere, daar wel naar verwezen. En dat is een belangrijke halachische discussie. Het heeft ook halachische consequenties. Het is niet alleen een kwestie van, ja, het is maar een naam. Het heeft halachische consequenties, want als je schrijft documenten, en soms zijn het documenten met zwaarwegende belang, zoals een ktuba of een chas v'shalom, een get, een scheiding, dan moet alles precies zijn. En als je dingen verwaart, dan kan de hele get ongeldig verklaard worden. En daar zijn discussies over. Hoe moet je de naam afschrijven? En daar zijn verschillende gewoontes. Maar hoe dan ook is geaccepteerd dat als je schrijft, zelfs als je schrijft alleen het woord Menachem zonder de oorspronkelijke af, is dat ook acceptabel. Want iedereen weet dat het is deze maand die Menachem Av genoemd wordt. In Nederland is trouwens de gewoonte, misschien weet u dat, maar voor alle duidelijkheid, de Nederlandse gewoonte is dat voor de eerste 9 dagen, tot aan Tisha B'Av, spreek je over Av, wordt Menachem niet genoemd. En vanaf Tisha B'Av wordt alleen het woord Menachem gebruikt, wordt het woord Av niet meer gebruikt. Dat is de Nederlandse gewoonte. Maar zoals ik zei, overal in de Joodse wereld zijn er verschillende gewoontes. De Chassidische gewoonte is om gewoon de hele maand Menachem Av te noemen, van het begin, niet alleen van het begin, zelfs vanaf Shabbat Mevarchim, dus vanaf de Shabbos, aanstaande Shabbat, dat voor Rosh Chodesh, dat voor het begin van het maand begint, noemen we al Menachem Av. Als de nieuwe maand aangekondigd wordt, wordt er opgenoemd als Menachem Av. Wat betekent Menachem Av? Dus Menachem betekent troost of de vader. Nou, de vader in deze context, zoals we net gelezen hebben, ook in het artikel van Rabijn van Gelder, vader is HaKadosh Baruch Hu, is Hashem. En dan zal je verwachten dat het is Av Menachem. Het is de vader die ons troost. Waarvoor moet getroost worden? De Beit HaMikdash is verwoest. Het Joodse volk is verbannen. En we zitten bijna 2000 jaar nog steeds in ballingschap. Daar is troost voor nodig. Wij moeten getroost worden. Wie kan ons troosten? HaKadosh Baruch Hu kan ons troosten. Dus je zou verwachten, het ligt meer in de lijn der verwachting, dat het zou Av Menachem heten, de vader die troost. Maar dat is niet het geval. Het is Menachem Av. Troost de vader. Als het ware dat wij HaKadosh Baruch Hu troosten. Nou, is dat iets, is dat überhaupt een mogelijkheid? Is daar behoefte aan? Is daar nood voor? En zo ja, hoe kan je daaraan voldoen? Dus daar hebben we gelijk een link met de parashiot die we aanstaande Shabbat gelezen zullen, die aanstaande Shabbat gelezen zullen worden. En in de meeste jaren is het ook zo, parashiot, matot, maseh, die vallen altijd in de periode van de 3 weken. En meestal het dichtst bij Rosh Chodesh Menachem Av. Of dus net daarvoor of net daarna. Bedankt voor uw uitleg, want ik ben zelf ook beheerder van de website van de Graafschap Joodse Orakels Utrecht. Ik heb even snel gekeken en het klopt, vanaf pas de 10e, dan staat er alleen Menachem. Aan het begin van de 19e eeuw werd het al gedaan. Ja,
Ja, Dus dat is de waarom Nederlandse verschillen erin traditie. zitten, ja. Ja, dat is de klassieke Nederlandse traditie. Oké, dus als we kijken naar de maand, als we kijken naar de parasha, in Parashat Matot, we lezen twee parashiot deze Shabbat. In de eerste parasha, in Parashat Matot, in hoofdstuk 31, pasuk 2, daar zegt Hashem tegen Moshe, dat is nadat we in Parashat Pinchas hebben gelezen over wat de Midjanieten, het is begonnen al in het einde van Parashat Balak en dan in Parashat Pinchas, wat de Midjanieten het Joodse volk aangedaan hebben en hoe dat een hele pandemie met zich meegebracht heeft en tientallen duizenden Joden zijn gestorven. Dus dan zegt Hashem tegen Moshe, Nekom nikmat bnei Yisrael me'et ha-Midjanim. Ik wil dat je wraak neemt voor de kinderen in Israël van de Midjanieten. Ja, dus Moshe kreeg de opdracht om te zorgen, om terug te slaan, tussen aanhalingstekens, voor wat de Israëlieten aangedaan is. De volgende pasuk zegt Moshe tegen het Joodse volk dat nu is het onze taak, latet nikmat Hashem b'Midjan. Wij moeten de wraak van Hashem aan Midjan brengen. Dus Hashem spreekt over de wraak dat het is omwille van Bnei Israël. En Bnei Israël spreken dat ze doen het omwille van Hashem. Het is trouwens ook misschien ook van toepassing in de huidige situatie waar we hebben het over. We zijn verwikkeld in een oorlogssituatie en mogen het heel snel voorbij zijn. En mogen het voorbij zijn op een manier dat de veiligheid en de welvaart van het Joodse volk versterkt wordt. En zo zal blijven. Maar is het een oorlog? We hebben het al bij Parshat Bahalotcha hebben we het over gehad. Hoe we Yafutsu Oivecha, we Yanusu Misanecha. Dat de vijanden van het Joodse volk, dat zijn de vijanden van Hashem. Het is een en hetzelfde. En dat zie je dus ook in dit geval. Dit voorbeeld, terwijl de ene spreekt over dat de Midjanieten hebben iets aan de kinderen in Israël aangedaan hebben, is het tegelijkertijd ook waar, niet alleen ook waar, maar in de ogen van Moshe is misschien van grotere belang dat ze hebben ook Hashem beledigd of zijn in opstand gekomen tegen Hashem. En het is een oorlog voor Hashem die gestreden moet worden. Het is niet alleen eigen belang, het is een grotere belang, het is het belang van de Almachtige. Dus dat zien we in Parshat Matot. Dus kunnen we met dit in ons achterhoofd, kunnen we iets bij voorstellen dat de Romeinen hebben inderdaad onze prachtige stad Jeruzalem verwoest. En de mooie Beit HaMikdash hebben ze tot as gemaakt. Onze voorouders hebben ze tot slaaf gemaakt en weggevoerd. Het is allemaal vreselijk voor ons, maar hoe vreselijk is het voor HaKadosh Baruch Hu? Hoe vreselijk is het voor het is het huis van Hashem. En het zijn zijn kinderen die verdreven waren. Dus HaKadosh Baruch Hu moet getroost worden. Net zoals Moshe zegt tegen het Joodse volk: wij gaan de wraak van Hashem op Midjan leggen. Zo is het ook Menachem Av, wij troosten Hashem voor de
ontstane situatie. En even een stapje verder, in Parshat Maaseh, in hoofdstuk 35, pasuk 34, als u dat wilt opzoeken, daar spreekt Hashem over hoe ze op moeten letten dat het land niet vervuild zal raken, belotte tameha aret, dat het land zal niet onrein worden, je zult niet onreinheid in het land brengen. Waarom? Asher ani shochen betocha, omdat ik in haar midden verblijf. Kiani Hashem shochen betoch bnei Israël. Ik verblijf in het land. Ik verblijf, of ik bevind me, te midden van de kinderen Israël. Waarop de Midrash zegt dat inderdaad, Chavivin Israël, hoe dierbaar is het Joodse volk, Sha'afel Bishem Tmeim, Shchina Benehem, zelfs wanneer ze in Tuma raken, zelfs wanneer ze in een onreine toestand zijn, toch zegt Hashem, Ani shochen betocham, betoch bene Israël. Ik verblijf in hun midden. Het is niet dat, oh, als het onrein is, dan trekt Hashem zich terug. Daar is Hashem ook in het midden. En sterker nog, galu, bekom makom she galu shchina imahem. Ook als ze verbannen worden uit het land, ja, dus de pasuk zegt ten eerste, ik verblijf in het land. En dan zegt de pasuk, ik verblijf te midden van de kinderen Israël. Daaruit leert de Midrash dat ook wanneer, niet alleen wanneer het Joodse volk in het land is, dat Hashem bij hen is, maar ook wanneer galu, wanneer ze verbannen worden en ze zijn niet meer in het land, is Hashem, gaat als het ware met hun mee. Hashem is ook in hun midden, ook als ze verbannen worden. Met andere woorden, als we het hebben over galut, over ballingschap, hebben we het niet alleen over dat wij in galut zijn, maar we hebben het ook over de Shechina zelf. De goddelijke aanwezigheid, die is ook verbannen, als het ware. Want die gaat mee met het Joodse volk. Dus, nogmaals, Menachem Av, dus om troost te spreken of troost te brengen naar HaKadosh Baruch, naar de Vader, is op zijn plaats. Omdat de Vader is ook in Galut en de Vader moet ook getroost worden. Tot hier is het relatief begrijpelijk. Maar dan komt, zoals altijd, deze les is gebaseerd op een sicha, op een verhandeling van de Rebbe, van de Lubavitcher Rebbe, terug te vinden in deel 23 van Likutei Sichot. En daar stelt de Rebbe een simpele vraag, maar toch een hele moeilijke vraag. Zegt de Rebbe, oké, dat de Shechina is ook in Galut, en de Shechina ook getroost moet worden, dat is één ding. Maar hier wordt gedaan alsof het gaat alleen maar om de Shechina. En onze eigen pijn moeten we als het ware vergeten. We moeten onze eigen pijn moeten we vergeten. En we moeten alleen onze enige zorgen, onze enige focus is het troosten van Hashem. De Shechina is in Galut en daar kunnen we geen vrede, daar moeten we iets ondernemen om dat te verzachten, om die pijn van de Shechina als het ware te verzachten. En hoe zit het dan met onze pijn? Dus onze pijn telt helemaal niet. En daar kom ik inderdaad terug op dat mooie artikel van Rabijn van Gelder, waar hij dat beschreven heeft. Ja, als je niet, als je een, tegenwoordig noemen ze dat de stiff upper lip, geloof ik, is de uitdrukking. Je moet flink zijn en je moet niet doen alsof, je moet geen emoties laten zien.
Je moet geen emoties zelf, je moet je niks aantrekken. Je moet blijven sterk. En je laat je niet geraakt worden door pijn en verdriet. Ja, dat klinkt misschien flink, maar dat betekent dus ook dat je geen medelijden zal hebben met iemand anders zijn pijn, met iemand anders zijn rouw. Je moet zelf rouw kennen om een ander te kunnen troosten van zijn rouw. En dat is, en dus als we hier zeggen, we hebben het alleen maar over Menachem Av. En alsof onze eigen pijn er niet toe doet, is dat terecht? Is dat correct? En daar zegt de Rebbe, om dat beter te begrijpen, moeten we eigenlijk überhaupt het hele fenomeen van tfila, van davenen, moeten we een beetje onder de loep nemen. Met name, zoals dat een chassidut, in de leer van de Magid van Mizritch, Rabbi Dov Ber van Mizritch, de opvolger van de Baal Shem Tov, hoe hij de opgave van het davenen weergeeft. Er is een Mishnah die zegt, een omdim liet palel ella mitoch kovid rosh. Dat betekent, men moet alleen een gebed staan met een houding van oprechte eerbied. Kovid rosh, dat je eigen, de eerbied moet in je hoofd aanwezig zijn. De Magid van Mezij die zegt, nee, rosh betekent niet je eigen hoofd, maar rosh betekent het hoofd der hoofden, met hoofdletter H. Het begin van alles. De oorsprong van alles. Het begin van alles. De oorsprong van alles. Een om dim liet parel elam toch kovid rosh. Wat wilde dat zeggen? Dat wanneer men staat davenen, moet men niet anders gefocust zijn dan aan het gebrek, als het ware, of de noden van de Allerhoogste. Dus als je staat te davenen, wat moet je bezighouden? Je moet bezig zijn met wat heeft Hashem nodig? Wat heeft de opperhoofd nodig? Dat is wat je bezig moet houden. En zelfs als iemand zijn eigen behoeften vraagt, moet zijn intentie zijn dat boven niks ontbreekt. Want de ziel is feitelijk een deel van Hashem boven. Het is een van de ledematen van de goddelijke aanwezigheid. Dit is het essentiële verzoek dat vervuld moet worden om die invloed van boven worden opgewekt. Dus je intentie is niet zozeer, is niet wat ik nodig heb, maar de intentie is omdat ik ben, ja, net, omdat Hashem het nodig heeft, dan heb ik het nodig, omdat ik ben een deel van Hashem. Dat zegt de Magid van Mizritch. En de Rebbe vraagt, is dat voor grote tzaddikim, kan je daar iets bij voorstellen? Grote tzaddikim hebben geen eigen noden, geen eigen behoeften. Maar de gemiddelde persoon, davenen is voor iedereen. En Rambam legt het heel duidelijk vast. Wat is de bedoeling van davenen? Als ik iets nodig heb, dan weet ik dat er is één adres waar ik naartoe moet om te vragen wat ik nodig heb. Dat is de essentie van davenen. Is wat de Magid vraagt niet een beetje te hoog gegrepen om te zeggen dat iedereen zijn davenen alleen gefocust zal hebben op wat zijn de noden en de behoeften van Hashem. En de Rebbe legt het uit als dat je moet goed luisteren naar wat de Magid zegt. De Magid heeft het over mijn eigen neshama. Met andere woorden,
Alles wat we zien heeft een realiteit die we met onze ogen waar kunnen nemen. En er tegelijkertijd wat een waarheid is in een bepaalde atmosfeer. Maar tegelijkertijd heeft het ook een andere realiteit die we misschien met onze ogen niet waar kunnen nemen, maar met onze op een andere manier waar kunnen nemen. Ja, we hebben meerdere zintuigen, we hebben meerdere mogelijkheden om iets tot ons te nemen. We kunnen iets conceptueel perceperen. We kunnen iets bedenken, we kunnen een voorstelling maken van iets. Het ligt aan, ja, of in de huidige wereld kan je dat ook heel simpel zeggen. Ik heb hier een stukje brood op tafel. Als ik kijk met mijn ogen, zie ik gewoon brood. Als ik kijk als een boer, dan zie ik, is het van tarwe, is het van goede kwaliteit tarwe, is het van dit soort granen of andere granen, wat zijn de granen die hiervoor gebruikt zijn en zijn ze goed, was het een goede oogst, was het niet een goede, die kijkt daar gewoon heel anders naar. En als ik kijk door een microscoop, dan zie ik daar alleen maar moleculen en bacteriën. Zie ik helemaal niet. Afhankelijk van hoe je daarnaar kijkt, zie je een andere realiteit. Ze zijn allemaal waar, maar worden anders gezien. En dat is, en zo is het ook. Dus je hebt een fysieke realiteit en je hebt een spirituele realiteit. En onze spirituele realiteit, die een en hetzelfde is met onze fysieke realiteit. Wat ben ik? Wat is mijn wezen? Mijn wezen is een gelijk elokami maal mamash, is een vonk, een letterlijk een vonkje goddelijkheid. Dat is wat ik ben. En dus als ik ga davenen, vergeet ik niet mijn zorgen. Maar ik besef dat mijn zorgen zijn Hashem zorgen. Mijn zorgen zijn niet iets anders. Het is niet dat Hashem heeft zijn belang en ik heb mijn belangen. En hoe kom ik op een manier dat we allebei tevreden kunnen zijn? Ik moet tot het besef komen dat mijn belangen, dat zijn dus Hashems belangen. Ik kom niet om iets anders te vragen. Ik besef me dat wat ik nodig heb, is wat. Als ik het nodig heb, als ik het echt nodig heb, en daar moet ik bij mezelf goed nadenken, heb ik het echt nodig? En als ik het echt nodig heb, dan is dat dus een nood van Hashem. Zijn het de noden van boven? Dat is wat de Maggid zegt. Je moet davenen voor de noden van boven. Dus je moet jezelf, de doel van het davenen is om zichzelf zo te vereenzelvigen met dat jouw identiteit is een goddelijke identiteit. Dat je dan, dat wat je nodig hebt, is, zie je als iets dat Hashem nodig heeft. Dat Hashem nodig heeft. En dat is het, en op diezelfde manier kunnen we kijken naar de galut. Natuurlijk merken wij ons, de gebrekkigheid aan ons bestaan, zoals wij in galut zijn. Maar we laten tot ons doordringen dat in wezen is het een gebrekkigheid dat Hashem, waar Hashem onder lijdt, als het ware. Ja, natuurlijk is het allemaal apromophorisch gesproken. Dat Hashem daaronder lijdt. En dat is dus het vervolg van de Midrash. Ja, ik heb net geciteerd van de Midrash over van Parshat Maaseh, die zegt dat al waar de Joden verbannen worden, daar
is Hashem daar ook aanwezig? Dan vervolgt de Medrash door te zeggen, uit naam van Rabbi Omer, Rabbi zei, Mashal, waar kan dit naar vergeleken worden? Melech Shamar La'avdo. Het is als een koning die zegt aan zijn bediende, in Tivakshuni, als je me ooit moet hebben, als je op zoek bent, waar ik ben, is Hareni Ezel Banai. Dan moet je zoeken waar mijn kinderen zijn. Kozman Shatam Vaksheni, Hareni Ezel Banai. Overal waar ik ben, overal, altijd als je mij wil vinden, dan ben ik bij mijn kinderen. We gaan nu omer en hij brengt een andere pasuk van Parshat, van boek Vayikra, van Parshat Acharei, waar Hashem zegt, Hashochen itam betoch tumatam. Dat Hashem verblijft met hun in hun tuma, in hun onreinheid. Dus welke meerwaarde, welke toevoeging komt er met deze pasuk en met deze mashal, wat niet gezegd is met de eerste uitdrukking? Oké, okay, we hebben gezegd. Gani, wat was. Asherani shochen betocha, dat ik verblijf in het land. En dan staat er, Gani Hashem shochen betoch bnei Israël. Ik ben Hashem die verblijft te midden van de kinderen in Israël. Nou, dan heb je dit alles gezegd. Wat is de toevoeging van deze, nog een pasuk, wordt weer een pasuk van Parshat Acharei gebracht. En wordt weer een mashal, een gelijkenis gebracht met een koning die zegt dat ik ga mee met mijn kinderen. Hiermee wordt aangegeven dat het is onvoorwaardelijk. Ten eerste wordt duidelijk gesteld dat het is onvoorwaardelijk. De liefde van een vader naar zijn kinderen is niet afhankelijk. Het is zo ingeprent in de natuur. Niet afhankelijk van bepaalde prestaties of niet. Het is gewoon zo. Het is ondoorbrekelijk. En er wordt ook heel duidelijk gesteld dat, ja, waarom is dat? Het is niet iets dat. Zoals, het is niet iets dat gepresteerd kan worden. Het is niet iets dat gemaakt moet worden. Het is. Zo is het. Het is een constatering. Het is niet iets dat je bereikt. Het is een constatering van hoe het in elkaar zit. En dat wil de Midrash Dafka benadrukken. Als we hebben het over Chaviv in Israël, ja, hoe dierbaar het Joodse volk is, dat Hashem, ja, met hun wil zijn, ja, dat is, wanneer vriendschap, ja, dan heb je, dat is een taal, dat is een uitdrukking van vriendschap, dierbaarheid, en vriendschap zijn dingen, ten eerste, die kunnen fluctueren, soms is het sterker, soms is het minder, en het is iets dat opgebouwd moet worden met het laatste deel, met de vergelijkenis met de koning die zegt, ik ben altijd bij mijn kinderen, dan is het niet een vriendschap die opgebouwd moet worden en het is niet iets dat afhankelijk is van bepaalde verdiensten. En dat is, het is niet afhankelijk van de eigenschappen en van de gedrag enzovoort. En dat dus, wanneer we zeggen Menachem af, dat wij als kinderen zich aantrekken over de verschrikkingen van de Galut, dan weten we dat dat staat niet los van wat Hashem doormaakt als het ware. Het zijn twee aspecten van dezelfde realiteit. Het is dezelfde realiteit en wij kiezen ervoor
om niet te kijken door onze eigen bril, maar te kijken door de bril van Hashem. En wij kiezen ervoor en wij, ja, maar dan is de vraag, dat is natuurlijk de grootste vraag, heel mooi en heel fijn, maar wanneer kan je iemand troosten? Als twee mensen allebei in de put zitten, dan is het heel moeilijk om elkaar te troosten. Het kan, het helpt. Als je weet dat het een gezamenlijke leed is, dan is het makkelijker te verdragen. Maar de ideale vorm van troosten is iemand die niet getroffen is door ditzelfde leed. En die kan kracht geven aan degene die terneergeslagen is. Hoe is het dan mogelijk dat... Wat betekenen eigenlijk die woorden? Hoe kunnen wij troost bieden aan Hashem? Wat hebben wij, als het ware, dat Hashem niet heeft? De trooster brengt iets aan de getrooste, aan de rouwende, dat de rouwende niet heeft. Wat hebben wij dat Hashem niet heeft? Dat bestaat toch niet? Geeft de Rebbe een hele belangrijke inzicht. Er is een uitspraak in de Gemara die zegt: Yafe koach haben mikoach haav. De zoon die doet het beter dan zijn vader. Eigenlijk is dat ook de natuur. Wij willen allemaal. Onze streven, de meeste de ouders, streven er niet naar dat mijn kind zal het net zo goed hebben als ik. Je wil dat je kind het beter heeft. Ik heb zo'n moeilijke jeugd gehad. Mijn kind moet niet meemaken wat ik heb meegemaakt, bij wijze van spreken. En je probeert altijd een opvoeding mee te geven. En ze een opleiding mee te geven. Je wil dat je kinderen het beter zullen hebben. En dat, ja, ik wil, ik weet niet of we allemaal progressievelingen zijn, maar in principe is dat ook het idee van progressie. Ja? Je gaat vooruit. De ene generatie gaat zover dat die kan, en de volgende generatie moet nog verder kunnen. Je moet vooruit kunnen. Je moet niet blijven stagneren. Als je blijft stagneren, is het geen goede zaak. Dus ja, wegkogen ben ik al gehaald. Maar Chassidut let op de precieze bewoording. We zeggen inderdaad, ja, wegkogen ben. De zoon die maakt het beter. Maar hoe kan die het beter maken? Mikoach haav, dankzij de vader. Het is de vader die de kind de mogelijkheid geeft. En de kracht die dat kind heeft om vooruit te gaan, is allemaal wat hij put uit de vaderlijke bron. Het is de vader die geeft hem die mogelijkheid. Ja, een hele simpele voorbeeld die wordt gebracht. Een blinde vader kan een ziende zoon ter wereld brengen. Terwijl je zou denken, hoe kan dat als je het zelf niet heeft? Hoe kan je dat aan je kind overbrengen als je de zienmogenheid niet hebt? Hoe kan je dat aan je kinderen? Omdat, tuurlijk heb je het. Je hebt het heel diep. Het is diep in je ziel. En die band, dat gaat over naar het kind. Het is, bij de vader is het niet ontwikkeld zoals het hoort. En het kind krijgt wel de kans en de mogelijkheid om het te ontwikkelen, maar niet uit zichzelf. Dat heeft hij meegekregen van zijn vader. Heeft hij meegekregen van heel diep in de vader. En hij kan het nog verder brengen dan waar de vader het zelf
toegebracht heeft. En dat is ook wat we zeggen in de gelijkenis tussen HaKadosh Baruch Hu en Bnei Israël, hemelse vader en de kinderen Israël, dat wij hebben in ons, de Hashem heeft in ons krachten gegeven, die zijn zo diep, in ons en zijn zo diep in het bestaan, in het heelal, dat het is alleen wij die het kunnen openbaren, die het los kunnen krijgen. Als wij niet ons best doen, dan blijft het verborgen en dan komt het nooit tevoorschijn. Wanneer wij ons best doen, dan roepen we op zulke innerlijke krachten die de engelen en de serafim en alle hogere sferen niet kunnen raken, niet kunnen, maar wij met onze avoda kunnen dat wel losmaken. En dat is de nechama, dat is de troost dat Hashem van ons zoekt. Dus we hebben, nu breekt de maand Menachem Av aan. We hebben nu de nu is, ja, je kan focussen alleen op de treur, maar beter is, en dat moet ook, je moet ook aandacht besteden aan wat, en je moet niet ontkennen de realiteit, en je moet onder ogen zien wat er ontbreekt. Tegelijkertijd moeten we ook onze schouders eronder zetten om de troost voor zichzelf naar zichzelf te brengen en de troost ook voor Hashem en voor de hele wereld te bewerkstelligen wat de voorspelling dat Tisha B'Av een feestdag zal zijn, niet alleen in de verre toekomst, maar nog in dit jaar 5784. Oké. Zijn er nog vragen?